Hey kijkers van Case Games, leuk dat jullie weer kijken. Leuk dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe Akinator. Zoals sommigen van jullie misschien wel weten, of misschien ben je wel hier door die video, upload ik ook Akinator op DDG. Daar in de reacties laten jullie allemaal suggesties voor me achter voor deze Akinator Challenge. En ik dacht, weet je wat, ik ga het ook op DDG doen, dan kan ik extra mensen uitkiezen. Dus wie weet zit jij er hier wel tussen. Ben jij nou gewoon een kijker van Case Games en niet zo van DDG, dan kun jij ook gewoon jouw suggesties achterlaten onder deze video's. En wie weet kies ik jou volgende keer wel uit. Let's go. Let's go. We gaan direct naar de eerste challenge. We vullen het hierboven in. De eerste challenge is van niemand minder dan Steven of Steven Boesemkool. En hij vraagt of ik Ties van Ties Games wil zoeken in 16 vragen. Ik ben heel benieuwd of het Akinator gaat lukken. En we gaan gewoon direct van start. Let's go. Ik weet niet waarom, maar Akinator zijn eerste vraag is altijd of iemand van het vrouwelijk geslacht is. Ik denk dat hij gewoon altijd aan de vrouwtjes zit te denken, die vieze man. Ja, zie je? Ik zie het aan zijn grijns. Komt je karakter uit Nederland? Ja. Is je personage bekend van YouTube? Ja. Voor zover ik weet heeft Ties wel een broertje. En een zus of zusje. Maar niet, ik denk niet dat... Nee. Speelt je personage Minecraft? Ja, dat deed hij zeker. Doet hij dat nog steeds? Ik weet het niet. Is je personage Franstalig? Niet dat ik weet. Heeft je personage iets te maken met Kingdom van Ties Games? ja? Dat weet ik niet. Komt je personage uit een first-person shooter? Nee. Is je personage een Egyptenaar? Nee, jij bent het niet. Ik denk niet aan jou. Heeft je personage gespeeld in Baywatch? I don't think so. Is je personage Deens? Nee. Is je personage lang? Nee. Heeft de naam van je personage's YouTube kanaal te maken met een dier? Ties Games? Nee. Hoezo tv? Vraag 19 zit hij al, hè? En moest in 16. Dus hij heeft sowieso al gefaald. Hoppakee. Maar nee. Gaat je karakter naar school? Ja. Nee. Hij denkt aan Ties. Ties. Waarom heb je geen plaatje, Ties? Nou ja zeg, Ties heeft helemaal geen plaatje. Ik ben diep teleurgesteld. Hij heeft zelfs de kanaalnaam genoemd. We gaan over naar challenge nummer 2. En dat is van niemand minder dan Van Lommel Games NL. En hij vraagt of ik Kabouterplop 10 vragen. Dit is heel tricky. Dit is heel snel. Ik weet niet of hem dat lukt. Maar we gaan het gewoon proberen. Is hij van het vrouwelijk geslacht? Absoluut niet. Personage een Nederlandse YouTube gamer? Nee. Is hij afkomstig uit Nederland? Nee. Hij is een Belg. Draag je personage schoenen? Ja, hele grote schoenen. Is je personage een mens? Weet ik niet. Het is een kabouter. Komt je personage uit de tv-serie? Ja. Draag je personage een hoofddeksel? Ja. Is je personage een kind? Nee. Oké, dit is de laatste vraag. Hij zou het nu moeten raden, maar dat gebeurt niet, denk ik. Leef je personage in het bos? Ja. Komt de naam van je personage voor in de titel van de tv-serie? Ja. Draagt hij een bril? Ja. Heeft hij een baard? Ja. Kabouter plopper de plop de plop. Plopper de plop, dag lieve ploppertjes allemaal. Welkom op YouTube. Alsnog. Gefaald, Akinator. Dan gaan we over naar de laatste challenge van vandaag. En die is van Devin of Davin Schoneville. Ville. Devin Schoneville, jij hebt gevraagd of Akinator mij kan vinden in 17 vragen. Dat vond ik wel een mooie. Ik was natuurlijk altijd prisoner, gevangene 17 in de prison, weet je wel. En ja, weet ik veel. Ik wou een vergelijking maken, maar mezelf in 17 vragen. Ik ben heel benieuwd. Is je personage echt? Jazeker, ik ben hier. Woont je personage in Nederland? Ja. Ja. Heb ik superkrachten? Nou, ik kan hele vieze scheten laten, maar of dat een superkracht is, weet ik niet. Ik denk het niet. Is hij van een gamekanaal? Ja. Is je personage blond? Donkerblond of zo? Waarschijnlijk wel. Deze persoon heeft zijn video gehad op DAD. Nee. Speelde je personage voor Flamengo? Nee. Is je personage ouder dan 20? Ja. Is het personage een schrijver? Nou, ja, ik schrijf parodies en ik... Doe wel eens storyline schrijven. Waarschijnlijk wel. Komt een personage in contact met een vee? Nee. Is je personage een vampier? Nee. Heeft je personage een meisje gekust? Ja. Ik heb wel eens een meisje gekust. Hoezo, Akinator, denk je dan? Heeft je personage een oudere broer? Nee. Werkt je personage met Windows en Microsoft? Waarschijnlijk wel. Komt je personage uit Volendam? Nee. Is je personage de kapitein van een schip? Nee. Hij denkt aan Enzo Knol. Hij kent mij gewoon niet, jongens. Ik ben niet bekend bij Akinator. Nee. Ruben. Nee. Nee, ik ben niet Ruben. Nee. Melvin van Nervous Television. Nee.
Oh my god, ik sta er gewoon niet bij. Bravo, je hebt me verslagen. Nee, helemaal niet. Je hebt gewoon gigantisch gefaald en je weet niet wie ik ben. Lul. We gaan er vandoor. Mensen, bedankt voor het kijken. Laat een like achter. Ik ben helemaal verdrietig. Als je nog niet geabonneerd bent op Kicks Games, als je mij ook nog niet kent, doe dat dan alsjeblieft door op het knopje hieronder te drukken. En dan zie ik jullie de volgende keer. En ciao en doei en klaar.